Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk De Leu. Heb je een stuk grond liggen en wil je daar geiten of schapen op zetten, dan is Patrick Vermeire als voorzitter van de Vlaamse Hobbyfokkers de eerste om dat toe te juichen. Maar je moet in deze uitzending eerst onder de koude douche. Patrick wil dat je precies weet waar je aan begint. Want geiten of schapen houden is een engagement dat je opneemt, elke dag van het jaar zonder uitzondering. Goedemorgen, ik ben Patrick. Ik hou ondertussen al een 40-tal jaar schaapjes. Hoe ben ik aan die schaapjes of bij de schaapjes terechtgekomen? Heel eenvoudig weg. Bij de eerste woning dat ik kocht, ja, was er een weideken. Achteraan dat weideken. Op dat weideken liepen er een aantal schaapjes en de vorige eigenaars vroegen mij simpelweg van: zeg Patrick, moeten we die meedoen of neem dus over? En ik had op dat moment nog totaal geen idee wat dat was, schaapjes houden, maar ze zijn gebleven en ze zijn nooit niet meer weggegaan. Dat waren schaapjes, ja, zoals 13 in een dozijn, wat kruisingsjes, wat... maar goed, elk jaar had ik wat lammetjes en zo. En zo ja, ben ik eigenlijk een beetje verliefd geworden op schaapjes. En zoals ze zegt, ik heb geen enkel jaar niet meer zonder schaapjes gezeten. Ik ben nu ondertussen verhuisd. Ik woon hier nu in Zwalm, op een iets groter terrein. Ik heb wat meer schaapjes dan toen. Als je net als ik een stukje grond hebt, wat gras, en je denkt eraan voor wat geiten of schapen te houden, dan zijn er toch een aantal zaken waar je best rekening mee houdt. Ten eerste, je hebt een minimum oppervlakte nodig. Klinkt logisch, ja, maar goed, schaapjes en geiten eten gras. En als er niet voldoende gras is voor die schaapjes, ja, dan moeten ze gaan bijvoederen en zo. En dat is niet direct het plezantste aan het houden van schaapjes. Anderzijds, als je een heel stuk grond hebt, met veel gras op, en je zet er te weinig schapen op, ja, dat komt ook niet goed. Want dan moet het ook nog blijven onderhouden, maaien, onkruid bestrijden enzovoort. Dus mijn verhaal is een klein beetje bezint voordat je begint. Soms krijg ik mensen over de vloer die zeggen van: ja Patrick, ik zou graag een schaap houden. Ja, dat is een straf, hè. Eén schaap alleen. Een schaap is een kuddedier, een geit ook trouwens. Ja, dat doet er niet. Dat is pure dierenmishandeling. Een schaap dat je alleen houdt, ja, dat gaat uitbreken, dat gaat willen uitbreken, dat gaat de hele dag staan blaten, dat gaat van alles en nog wat proberen te vernielen, gewoon puur uit verveling. Het is wel zo, gras is het hoofdvoeder voor schapen. Het grote voordeel van gras is, het groeit en je moet er niks aan doen. Er is geen dagelijks onderhoud aan. Oké, je moet het ook wel 1 of 2 keer per jaar gaan bemesten. Als het te droog is, ja, dan gaat het niet goed groeien. Moet je al dan niet water gaan bijgeven. Dus je weide, als je een weide hebt, en dat vind ik wel belangrijk, moet eigenlijk minstens even goed onderhouden als dat een gazon onderhoudt. Zorg dat er geen mos in komt. Als er mos in komt, tijdig dan bekalken. Zeker, zoals ik al zei, 1 of 2 keer per jaar bemesten, dat het gras goed groeit. Want het is het enige dat die schaapjes eten. Die hebben niks anders. Dat, en natuurlijk moet er ook altijd vers water ter beschikking zijn. Qua oppervlakte voor de schaapjes, voor de kleinste rassen, rekenen we minimaal een 500 vierkante meter grond in moeten hebben. Ja. En dat is dan voor een 2 kleine mini-schaapjes bijvoorbeeld. Als je naar de grotere rassen gaat, dan kun je tot 800 vierkante meter moeten rekenen per schaap. Dus dat betekent, heb je een hectare grond, ja, dan kun je daar maar 12 schapen op. Dus dat is wel iets voor rekening mee te houden als je een stukje grond hebt. En je zegt van: kijk, ik heb hier 4000 vierkante meter. Ja, als je alleen maar kleintjes opsteekt, ga je er heel veel moeten hebben. En als je er grote wilt opsteken, ga je er niet te veel mogen opsteken. Behalve de oppervlakte van de weide zijn er nog 2 andere zaken die heel belangrijk zijn. Ten eerste een goede afsluiting. Je wil niet dat je schapen bij de buur of in je eigen moestuin terechtkomen, of nog erger op straat. Ja, zorg dus voor een degelijke afsluiting met een palen en draad. Ja. En de draad is dan best fijnmazig, hè, met de draden dicht bijeen en onderaan nog iets dichter dan bovenaan, omdat zeker ook de lammetjes zelf ook niet door die draad zouden gaan kruipen. Een tweede zaak die belangrijk is, deel je oppervlakte, je weide dat je hebt, in stukken op, hè, in verschillende percelen. Twee grote voordelen daar om dat op te delen. Eén, als de schapen langs de ene kant zitten, dan kan de andere kant groeien. Een beetje herstellen, kun je onkruidbestrijding doen of ander onderhoud. Ja, het tweede voordeel is, als de weide in meerdere percelen verdeeld is, net als alle andere dieren hebben de schapen of geiten ook last van wormen. Worminfecties. Ja. Hoe meer tijd ertussen is, tussen de tijd dat de schaap de wormeieren uitstoot, hè, via de mest, hoe meer tijd of meer kans dat er is dat die eieren niet volledig tot ontwikkeling komen als die terug worden opgegeten door hetzelfde of door een ander schaap. Ja? Dus het omweiden, zoals dat wordt genoemd, is dus ook wel een van de belangrijke factoren die helpt in de bestrijding tegen worminfecties. Logischerwijs hebben de dieren ook een schuilplaats nodig. Dat kan gaan van een eenvoudig schuilhok voor schapen, die dan uit de wind, uit de regen, uit de zon kunnen schuilen, ja, tot een al dan niet wat meer uitgebouwde stal die dan meer geschikt is voor geiten, want een van de grote verschillen tussen een geit en een schaap is dat geiten, van zodra het als één druppel water voelen, ja, die gaan vluchten naar de stal, die kunnen echt niet tegen water. Die gaan echt onmiddellijk gaan schuilen. Een ander groot verschil tussen geiten en schapen, mocht je al de keuze moeten maken, is dat geiten worden meestal op stal gehouden, of toch heel wat meer tijd op stal, en die komen bij heel veel fokkers maar een paar uren per dag buiten en de rest van de dag blijven die binnen. Waarom? Omdat geiten zich rapper gaan vol stouwen, vol vreten, ja, met het gras dat er is. Dan krijgen ze dunne mest en dan heb je weer andere problemen. Dus een schaap daarentegen, eens voldaan, gaat stoppen met eten, herkauwen. Eens alles herkoud is, dan ook opnieuw gaan beginnen eten, maar die heeft minder last van te veel gras. Als je een schuilhok of stal hebt op de weide, is het wel een goed idee om ervoor te zorgen dat om het even welke weide of welk perceeltje precies je schapen of geiten lopen, dat die altijd in de stal terecht kunnen. Het is geen goed idee voor de stal te plaatsen op één weide en dan zodanig dat de schapen dwars door die ene weide moeten om dan terug naar de stal te gaan. Ja, want dan gaat de weide dichtst, of de weide waarin dat de stal staat, ja, nooit rust krijgen en gaat dat nooit kunnen behandelen. De keuze tussen geiten en schapen is vooral iets op gevoel. Je moet dat naar je eigen. Bepaalde mensen voelen zich meer aangetrokken naar geiten, anderen dan weer naar schapen. Geiten zijn iets aanhankelijker dan schapen. Ja, en vooral dan de geiten die gemolken worden. Ja. Het zijn ook vooral de geitenrassen die worden gemolken, waarvan dat de melk dan gebruikt wordt voor kaas of yoghurt zelf te maken. Ja, dat kan voor een aantal mensen heel interessant lijken om zelf hun eigen kaas, hun eigen yoghurt te gaan maken. Ja, en dat is perfect mogelijk als de melk geiten zelf houdt. Ik krijg ook, soms ook de vraag van, zeg Patrick, ik wil geiten melken. Ik wil geitenmelk. Ik wil zelf mijn kaas, mijn yoghurt maken. Wat moet ik doen zodat ik een geit heb die melk geeft? Ja, het antwoord is er heel eenvoudig. Ja, zorg dat die bevalt. Ja, zorg dat die lammetjes heeft. Want zonder lammetjes gaat de geit niet beslissen om ineens zelf melk te gaan produceren. Het is een natuurlijk proces die in gang komt na de bevalling van de geit. Een geit kan wel, al naar lang het ras zelf, ja, tot 10 maanden lang worden gemolken. Dus zelfs lang nadat het lammetje zelf de melk niet meer nodig heeft. Naar investering toe. Oké, de aankoop van een schaap is eenmalig. Ik bedoel, het schaap moet maar 1 keer aankopen. En dat schaap, een goed, gezond schaap, gaat vlot 8 tot 15 jaar mee, al naar gelang het gras. Daar ook, koop kwaliteit. Koop niet om het even wat, bij om het even wie. Zorg dat je kwaliteit koopt, want dat dierke, dat heb je voor even. Ja. Koop het ook niet in een bevlieging van, oh, het ziet er mooi uit. Bekijk het goed, bestudeer het goed. Ja, want je bent er vanaf die dag van aankoop ook verantwoordelijk voor zijn welzijn, voor zijn gezondheid. Naast de kost van aankoop heb je natuurlijk de jaarlijkse kosten. Wat zijn de jaarlijkse kosten? Ja, 's winters is er geen gras niet meer op de weide of van heel slechte kwaliteit, dus moet je zorgen dat je wintervoer hebt. Het meest gebruikte wintervoer voor schapen is hooi. Hooi moet je natuurlijk ook wel kunnen stapelen, dus naast uw plaats waar dat de schapen kunnen schuilen, moet je ook een plaatsje hebben waar je hooi kunt stapelen, weg van de schapen zelf. Als de schapen continu aan de hooi kunnen, ja, die gaan langs alle kanten er aan zitten eten, gaat vertrappeld raken enzovoort, dus zorgt voor een afzonderlijke hooiplaats. Een andere kost die je natuurlijk ook hebt in de winter, ja, de hooi bevat nog wel veel voedingsstoffen, maar niet meer voldoende om de lammeren groot te krijgen. Ja, daarvoor is er krachtvoer beschikbaar op de markt. Ja, krachtvoer, ze moeten er niet veel van hebben. Ook dat is weer afhankelijk van het ras. Ja, maar reken toch dat je per winter, per schaap, een aantal zakken schapenkorrel zult nodig hebben. En naast de kosten van voer heb je natuurlijk ook... Ja, soms gaat er eens iets verkeerd. Is het schaapje dan toch niet gezond? Ja, en heb je een dierenarts van doen. Er moet soms eens ontwormd worden. En de meeste schapen moeten worden geschoren. Ja, er zijn slechts een paar rassen die hun wol zelf verliezen of geen wol hebben. Ja, maar de scheerder, ja, die moet er ook zijn. Zeker voor een grotere kudde vraagt dat wat tijd, vraagt dat een kleine investering. In mijn opinie echter mag dat wel niet de reden zijn om te kiezen tussen een geit en een schaap. Naar tijdsinvestering toe. Zomers, laten we zeggen in de ruime zomer tussen lente en herfst, volstaat het voor een kort bezoekje te brengen aan uw schaapjes. Ja, te bekijken dat alles in orde is, dat er inderdaad voldoende gras is en dat ze inderdaad water staan hebben, dat ze kunnen drinken. Zwinters daarentegen, we gaan er niet mee komen met één keer per dag langs te gaan bij schaapjes. Daar zal het zowel best 's morgens en 's avonds langs gaan. Zeker al om te zien dat het water niet bevroren is. En aangezien dat de beestjes eten moeten hebben, deze moet bijvoederen, ja, kijken, is er nog voldoende hooi op voorraad? En dan is het ook ineens het moment om ze wat krachtvoer te geven. Daarnaast, en zeker als de dieren 's winters bij u houdt op de stal, ja, die stal moet ook uitgemest geraken. Naar de schaapjes zelf toe, naar onderhoud. Die nageltjes, die hoefjes, moeten 2-3 keer per jaar geknipt worden. Dat kan met een eenvoudig schaartje. Een hoefschaartje is op de markt verkrijgbaar, is niet zo duur. En eens dat je het eenmaal gezien hebt, kunnen dat perfect zelf. Ja, daarvoor heb je dus inderdaad geen deskundige nodig. Dat is iets dat de mensen, dat iedereen zelf aan kan. Veel van de vragen die ik ook krijg omtrent het scheren gaan erom van, zeg Patrick, ik woon hier, kende jij geen goede scheerder hier in de buurt? Mijn raad is dan altijd van, ga ik er gaan spreken met iemand anders in jullie straat of in jullie dorp die ook schapen heeft. Vraag hem of haar wie dat, die schaapjes daar komt scheren en als er al dan niet tevreden van zijn. Naast de tijd zelf, dat bij de schaapjes of in de stal spendeert, moet je ook zorgen dat uw administratie in orde is. Ja, alle schapen, alle geiten moeten worden geregistreerd bij DGZ, Dierengezondheidszorg Vlaanderen. Ook moeten alle dieren worden geoormerkt. Alle dieren die bij u lopen, ja, moeten 2 oormerken hebben. En elk oor 1. Die oormerken kunnen ook worden besteld bij DGZ, Dierengezondheidszorg. Ja. En die dienen door de fokker, de kweker zelf, te worden geplaatst. En die moeten worden geplaatst voor het dier 6 maanden oud is. Of als het dier inderdaad van bij u thuis vertrekt naar een nieuwe eigenaar. Zoals in het begin van het gesprek gezegd, informeer vooraf als je denkt om een geit of een schaap, meerdere geiten, meerdere schapen, bij je thuis te houden. Maak voor jezelf uit wat je precies wil. Ga je zelf de schapen, de geiten houden, of ga je je grond laten gebruiken door een andere fokker, die dan zelf in staat voor de zorg van de dieren. Een andere vraag die je moet stellen, als je zelf schaapjes bij je wilt houden, wat zit dat met mijn vakanties? Als je schaapjes wilt overwinteren en in het voorjaar denkt je van, het is het moment om een keer op skiverlof te gaan. Ja, dat is niet precies gemakkelijk te combineren. Wie gaat er tijdens uw vakantie de dagelijkse zorg van die schaapjes of uw geiten overnemen? Ook te bedenken van, oké, als je beslist van, ik zal wel alles doen, ik ga nooit met verlof. Wat gebeurt er met uw dieren als ze zelf ziek wordt? Als ze zelf niet meer uit uw bed kunt, wegens griep of iets anders. Uw dieren kunnen geen week zonder uw dagelijkse zorg. Lammetjes, dat is het leukste dat er is. Het plezantste aan het houden, aan het kweken van schapen, is het feit dat de lammetjes er zijn. Als ze zien ronddartelen in de weide, zeker als er meerdere bijeen lopen, dat is echt fantastisch om te zien. Voordat die lammetjes er zijn, moeten natuurlijk de ooien bevallen. Weet dat niet alle rassen even gemakkelijk bevallen. Weet trouwens ook dat de rassen die gekend zijn, die gemakkelijk zouden bevallen, dat er altijd complicaties kunnen optreden. Een stuitligging, een keizersnede die nodig is. Als je de beslissing neemt om schaapjes te kweken, ja, dan zijn je ook verantwoordelijk ervoor dat de lammetjes die er komen, dat die de beste zorgen krijgen om het even wat dat er gebeurt. Jij bent er verantwoordelijk voor. En als je dan lammetjes hebt die zijn uitgegroeid, ja, wat nu? Wat ga je ermee doen met die lammetjes? Met die schattige, lieve lammetjes. Zijn die voorbestemd voor het slachthuis? Slachten thuis mag in theorie niet meer zelf. Dus dan mogen we ermee naar het slachthuis. Of gaan ze die lammetjes dan verkopen aan een opkoper waar dat je ook niet weet wat dat eigenlijk een goede prijs is voor die lammetjes? Of gaan ze zelf bijhouden? Uw eigen kudde vergroten, want het zijn mijn eigen lammetjes, dat is lief. Mijn kinderen kennen die lammetjes, we hebben ze zien opgroeien. Ja, maar dat is wel familie van de rest van uw kudde. Hè? De zoon zal het hem niet interesseren dat zijn moeder is die daar loopt, of zijn zus. De vader zal er niet naartoe zien dat zijn eigen dochter is. Die wil gedekt worden. En vader en zoon zullen onderling ook ruzie gaan maken. Want ze willen alle twee hun dienst doen. Kortom, daar even over nadenken, vooral hier blindelings te beslissen van, ik ga lammetjes, ik wil lammetjes. Een laatste zaak, een allerlaatste zaak dan. Soms krijg ik de opmerking van Patrick, goh, zoveel schapen dat jij hebt, jij moet er toch veel aan verdienen. Laat ons die mythe ineens uit de wereld halen. Schaapjes kweken op kleinere schaal, dat doe je niet voor de opbrengst, want die is er gewoon niet. Uw vaste kosten zijn zo hoog, aankoop van uw wintervoer, al uw tijd die er moet insteken, de kosten voor dierenarts en dergelijke. Forget it, als je wil geld verdienen, zorg dan dat je geen geiten of schapen hebt. Als je na mijn verhaal dat ik tot nu toe verteld heb, nog niet ontmoedigd zijt om met heiden of schapen te beginnen, dan is de vraag, waar vind ik kwaliteit Waar vind ik de goede schapen, de goede geiten? Mijn antwoord is dan steeds, ga op bezoek bij een andere fokker. Ga gaan kijken hoe dat die dieren bij hem lopen. Begin ook niet met het meest uitzonderlijke ras. Als je totaal geen ervaring hebt, begint eenvoudig. Begint met een, ik zou bijna zeggen, een huistuin- en keukenschaap. Ja, die vlot te vinden zijn. Niet veel vragen van investering om ermee te starten. Ja. En ga alsjeblieft niet vanaf het eerste jaar ermee gaan kweken. Ja, overwinter uw schapen eens zonder dat je de zorg hebt voor lammetjes. Dat je al een goed idee hebt, een goed gevoel van wat kost mij dit nu van tijd en van investering. En ga pas het tweede of het derde jaar. Denk dan pas aan kweken. Als je op zoek gaat naar geiten of schapen om die zelf te gaan houden, informeer dan in je onmiddellijke omgeving, familie, vrienden, kennissen, in je dorp of gemeente, of ga eens op bezoek bij een of andere vereniging. Ikzelf maak deel uit van het bestuur van de Vlaamse Hobbyfokkers. Wij gaan regelmatig langs op jaarmarkten, waar we onze diertjes tentoonstellen. Ja, ook krijgen we daar dan telkens heel wat vragen en kunnen we ook de mensen die denken aan bepaalde rassen te beginnen, ja, de eerste stappen helpen zetten. Kunnen we ze ook doorverwijzen naar een aantal fokkers die wij kennen, die goed materiaal bezitten, die kwaliteit hebben, die goed voor hun dieren hebben gezorgd. Zodanig dat jij als beginnende fokker, beginnende schapenhouder, ja, ineens een goede start kunt maken. Ik zou iedereen willen afraden om op websites, zoals tweedehands, het eerste het beste schaap of geit aan te kopen. Je hebt geen idee wat dat de voorgeschiedenis is van het dier zelf. Hoe lang het al bij die fokker is, is het gewoon een opkoper geweest die her of der een kuddeken heeft opgekocht en ze nu allemaal probeert aan de man te brengen. Vandaar tracht kwaliteit te kopen. Koop kwaliteit. Dat diertje hebben we voor meerdere jaren. Liever ietsje meer geven voor kwaliteit dan miserie kopen. En er maandenlang, jarenlang mee naar een dierenarts te moeten gaan lopen. Het grootste plezier aan het houden van schapen is, zeker als ze binnen uw eigen zicht kunt houden, als het op uw terras zit of vanuit het keukenraam ze kunt zien lopen. Er is altijd beweging in de kudde. In het voorjaar zie je de lammetjes rond de moeders gaan dartelen. Kortom, het is altijd een levende foto. Een levend landschap.